Bovental. Dubbel systemische werking. Voor de bestrijding van moeilijk te raken insecten. Wat betekent het woord systemisch? Wanneer we het tot nu toe over systemische insecticiden hadden, bedoelden we de opname, het transport en de verdeling van de actieve stof in de plant. Bijvoorbeeld van behandelde delen naar onbehandelde delen van het blad. Maar tot nu toe was het transport alleen mogelijk in één richting. Van de bovenkant naar de onderkant van het blad of van het bladsteeltje naar de top van het blad. Omdat het xyleem verantwoordelijk is voor deze richting van het transport in het blad. De wortels nemen water en voedingsstoffen op, die worden getransporteerd naar de bladeren. Dit transport wordt geactiveerd door verdamping van water door de huidmondjes. Er vindt dus continu transport plaats van onder naar boven in de plant. En systemisch transport van actieve stoffen was tot nu toe alleen maar mogelijk in die richting. Wat betekent het begrip dubbelsystemisch? Naast het xyleem is er nog een ander transportsysteem in de plant, het phloem. De energie die ontstaat in de bladeren gedurende de fotosynthese wordt als suiker getransporteerd door dit systeem naar de energiegebruikende delen van de plant, naar de jonge twijgen, bladeren, knoppen en vruchten en naar de zich ontwikkelende wortels. We hebben dus een transportsysteem dat werkt in twee richtingen. Naar boven, van blad naar blad. En naar beneden, van het blad naar de wortels. Een transportsysteem waarmee Movento een unieke plaats inneemt in de wereld van de insecticiden. Van blad naar blad. Om het phloemtransport van blad naar blad te laten zien, hebben we jonge koolplanten voor de toepassing met Movento zo behandeld dat alleen één volwassen blad, het oudste, de actieve stof kan opnemen. Na behandeling worden de planten blootgesteld aan luizen. De resultaten zijn overduidelijk. Onbehandelde planten worden aangetast door luizen. Terwijl de Movento-planten ondertussen sterk groeien, zijn niet alleen het met Movento behandelde blad, maar ook alle andere bladeren vrij van luizen. Wanneer hetzelfde experiment met al door luizen aangetaste planten zou worden gedaan, met andere woorden, niet preventief, maar curatief, dan zouden de resultaten dezelfde zijn. De onbehandelde planten worden aangetast door de plaag. En de behandelde planten? Het transport van blad naar blad vindt plaats. Zelfs de luizen op de onbehandelde bladeren worden bestreden. Kijk naar de werking bij de onbehandelde bladeren. Zelfs in de laagste concentratie in deze concentratiereeks werkt Movento van blad naar blad. Huidig referentiemiddel in de markt, het maakt niet uit welke concentratie er wordt getest, laat geen werking zien in deze proefopzet. Deze radioactieve opnamen van de actieve stof in de plant ondersteunen deze waarnemingen. Het behandelde blad, het onbehandelde blad en zelfs het nieuw ontwikkelde blad worden allemaal beschermd door Movento. Van blad naar blad.
De eerste proef toont het transport van een ouder blad naar een jonger blad. De vraag is, werkt dat ook andersom? Om dat te bewijzen is een jong blad van een koolplant behandeld en is de rest van de plant ingepakt. En nu gaan we kijken naar de richting van het transport naar het oudere blad. Omdat luizen aan jong, fris blad de voorkeur geven, moeten we ervoor zorgen dat de luizen door middel van een luizenkootje op het oudere, onbehandelde blad blijven. Het resultaat? Bijna geen effect. Het lijkt erop dat er geen transport plaatsvindt van het jonge naar het oudere blad. Maar waarom niet? Wanneer we kijken naar de transportfunctie van het floëem, is de verklaring overduidelijk. Bladeren die uitontwikkeld zijn, groeien niet meer, maar ze leveren suikers aan het floëem. Ze zijn dus de bron van energie. Jonge bladeren en loten groeien echter intensief en hebben veel suikers nodig. Ze verbruiken de energie. Dat betekent in de praktijk dat we om volwassen bladeren te beschermen, in het verleden vertrouwden op een uniforme bedekking van het blad door de spuitvloeistof. Maar dat nu, met de dubbele systemische werking van Movento, ook de gevoelige jonge bladeren langdurig worden beschermd. Een voorbeeld. Vooral in veel koolachtige groenten of in sla worden de jonge bladeren niet of moeilijk bereikt door de spuitvloeistof. En dat is waar de insecten zich verstoppen en moeilijk te bestrijden zijn. Met Movento is dit verstoppen van de insecten voorgoed voorbij. Movento wordt opgenomen door de behandelde buitenste bladeren en het wordt getransporteerd naar de binnenste bladeren. Dat betekent het einde van deze moeilijk te bestrijden insecten. Proeven in het veld laten indrukwekkende resultaten zien. Van het blad naar de wortels. Het floëem transporteert suikers van de leverancier naar de consument. Van de bron naar de gebruiker. Dat betekent ook naar de wortels. Movento verplaatst zich naar de groeipunten van de wortels en is ook daar werkzaam. Vooral als de bodem van het veld bedekt is door bladeren en direct toepassen op de grond niet mogelijk is, zijn wortelluizen in wortel, sla of andijvie moeilijk te bestrijden. Maar nu zorgt Movento dat door het behandelen van de bladeren de luizen op de wortels bestreden worden. Een volledig nieuwe, simpele en effectieve methode voor de teler om wortelluizen te bestrijden. In de veldproeven zijn deze effecten zichtbaar. Als het gaat om beschermen van de gevoelige groeiende bladeren of wortels of de bestrijding van moeilijk te raken insecten, Movento werkt op twee manieren zeer effectief. Door zijn unieke floëemtransportsysteem en goede werking werkt Movento uitstekend tegen moeilijk te bestrijden zuigende insecten. Zowel tegen schildluizen als bloedluizen. Veldproeven in appel leveren het bewijs. Movento. Dubbel systemische werking. Voor de bestrijding van moeilijk te raken insecten.